Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Detector Nieuws. De tweede aflevering. En ja, er is wel weer wat nieuws. De launches zijn geweest van twee metaaldetectors en nu is het piemelmeten echt begonnen. Voorheen was natuurlijk Minelab die het alleen recht had op multi-IQ. En of je het nou multi-IQ, simultaneous, multifrequentie of gewoon multifrequentie noemt, maakt allemaal niet zoveel uit. Het komt op hetzelfde neer. Meerdere frequenties die op dezelfde tijd werken. Minelab was als eerste daarmee. En die heeft daar een game changer gemaakt. Minelab heeft daar onwijs grote slag mee geslagen. Maar heeft niet meer het alleenrecht. Want als tweede kwam Garrett. En als kanttekening, de Garrett Apex was dan weliswaar meer een middelniveau, middenklasse. Maar nu zijn er twee metaaldetectors die claimen dat ze ook in de hogere klasse komen. De XP Deus 2, de XP Deus 2 en de Nocta Macro Legend. Als ik eerlijk moet zijn, verwacht ik er heel veel van. Laten we beginnen met de Nocta Macro, de Legend. Het lijkt een klein beetje op de Simplex. Maar daar is dan ook wel alles mee gezegd, want alles onder de motorkap is anders. Alles. Het is een totaal andere metaaldetector. Ik begrijp ze heel goed, het was een hele goede basis, de Simplex, om daar een nieuwe metaaldetector op te bouwen. Plus dat je op een hele snelle manier weer een nieuw iets kan maken, want de basis is al klaar. Het is niet alleen de interface, maar echt alles onder de motorkap is anders. Wat we ervan kunnen verwachten, dat weet ik niet, want er is nog niemand die ermee gelopen heeft. Maar Sebastiaan, een Nomad, Nocta Macro Metal Detector Specialist van Nederland, die gaat er als eerste mee lopen. En dat zal niet zo heel erg lang meer duren, want ik heb hem net gesproken. En ik heb natuurlijk uiteraard, neem ik ook een stukje van de Legend mee in Detector News. Nou, wie is er nou de man in Nederland als het om Nocta Macro gaat? Ja, dat ben jij. Ja, dus, zeg het, hè. Hey. Nee, dat is waar. Ik zal een van de, tenminste, als het goed is, de eerste zijn die de Legend gaat testen in Nederland. Ja, leuk. Spannend? Ja. Ja, zeker. Nieuws die er weer aan zit te komen, die erop zitten en die best wel veel belovend zijn. Ja, daar ben ik toch wel heel benieuwd. De eerste beelden die ik gezien had, leek hier ontzettend veel op de Simplex. Als je dan toch wat dichterbij gaat kijken en je gaat toch iets meer kijken, dan zie je wel dat er toch wel veranderingen in zitten. De onderstel is nu standaard van carbon. Nou, dat was één klein hekelpuntje van de Simplex natuurlijk vanaf het begin van dat als je wat langer bent dat die steel wat wiebelde. Nou, dat is bij deze kunnen we dat al direct uitsluiten zonder dat ik hem vast heb gehouden. Dat is waar, hij is steviger daardoor. Ja, ik zag iets van een accu. Je kan de accu eruit trekken en erin doen. Ja, dat is zeg maar als je het ProPack neemt, daar zit zeg maar een externe accu bij. Dus die kun je eigenlijk in de achterkant van je armsteun stoppen, zeg maar, als extra accu. Ja. Ja, bij de ProPack zal ook een 6-inch spoeltje zitten, zeg maar. Dus eigenlijk hoort dat bij de ProPack. Dus ik wilde eerst de accu eigenlijk uit de kast vandaan halen, maar dat hebben ze uiteindelijk nog niet gedaan. Ja. Dus ik denk dat ook wel een goede keuze geweest is om dat niet te doen. Dus hij heeft wel een interne accu. En op het moment dat je de ProPack neemt, kan je een extra accupack er achterin doen. Ja. Zelfs als jij nou bijvoorbeeld een weekendje het bos in gaat waar je niks kan opladen, dan zou je even nog die extra accupack hebben, zeg maar. Nou ja, dat is eigenlijk, zat het bij de, help me even onthouden, maar volgens mij zat het bij de Amphibio, heb je ook zo'n pakketje. Ja, klopt. Ja. Dan heb je ook zo'n externe accupack. Ja. Dus, wanneer... Voor de rest inderdaad, wat jij zegt, de kast is eigenlijk hetzelfde als de Simplex. Alleen toetsenbord en het scherm zijn eigenlijk compleet vernieuwd. Ja, totaal andere interface.
Ja. Ja. Nou, dit heeft eigenlijk niks met de simplex te maken. Nee, nee, precies. Ze hebben alleen gewoon gedacht van, nou ja, dat is een goed basispunt om van op te starten. En vanuit daar gaan we een hele nieuwe detector maken. Klopt. Wanneer verwacht je hem? Eigenlijk had ik hem al verwacht. Dus ja, ik hoop hem aankomende week binnen te hebben. Ach, dus we gaan met volle verwachting, volle spanning gaan we wachten tot je eerste uitkomt. Ik ga voor de deur liggen. Nou, dan gaan wij voor YouTube leggen. En dan, dan wachten we tot die komt. Ja, ik hou jullie op de hoogte. Dankjewel, Sebastiaan. Succes. Maak, ja, maak er een mooie dag van met die jongens. Nou, zeker doen. Oké. Okay. Hey. Dankjewel. Yo. Hoi. Hoi. Van de XP-Deus 2 weten we eigenlijk ook nog niet zo heel veel. Er zijn wat plaatjes, er zijn wat... Ik heb al een minuutje voorbij zien komen. Ook de Deus 2 is eigenlijk op het concept van de Deus 1 gebouwd. Het is een totaal anders onder de motorkap. Ze hebben de behuizing anders gemaakt. Ze hebben het wat vernieuwender gemaakt. Maar het oude concept, het oersterke concept, wat eigenlijk al zo lang stond, hebben ze gebruikt. En dat kan je zien aan de stelen set, aan de handeling, aan het manier van het kastje. Dat is allemaal hetzelfde gebleven. Is natuurlijk waarschijnlijk heel anders, maar lijkt hetzelfde. Ik ben ontzettend benieuwd daarnaar. Nog een nieuwtje. Detector Anders heeft een tweede winkel geopend. Of het nou 100% Detector Anders is met een tweede winkel, of dat het Show My Collection is die in zijn winkel Detector Anders heeft samengebonden, dat weet ik niet. Dat maakt ook verder niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval een nieuwe Detector Shop onder de naam Detector Anders van Alwin. En in die shop zal er ook gedeeld een Show My Collection deel zijn. Show My Collection is trouwens, voor de mensen die dat niet weten, allerlei soorten spulletjes, van muntenhoudertjes tot zeiltjes, tot displays, tot mapjes, om je collectie te showen. De naam zegt het al, Show My Collection. Detector Anders is vanaf vandaag ook te bezoeken in Nijkerk. Met trots kunnen we u mededelen met ingang van vandaag, 27 november, u naast onze huidige showroom in Lutten ook ons kunt vinden in de Amperestraat in Nijkerk. Op deze nieuwe locatie zal John Veenstra het gezicht worden van Detector Anders. Veel mensen zullen John al wel kennen van Show My Collection. Show My Collection is een prachtig bedrijf met veelzijdige producten die aan verwant zijn aan met onze hobby. Iedereen is van harte welkom in Nijkerk. Nou, hartstikke leuk. Ik wens Alwin en uiteraard wens ik John heel veel succes met de nieuwe winkel en de bestaande winkel. Ook deze keer zetten we een YouTuber weer in het zonnetje. En vandaag zetten we Floris van Vught in het zonnetje. En eigenlijk is het Floris en Luc. Eigenlijk moeten ze die hele YouTube-naam veranderen en moeten ze er Floris en Luc van maken. Want Luc heeft ongeveer net zoveel bijdrage aan het kanaal als Floris, heb ik het idee van. Maar... Hey jongens! Hey! Hey! Hoe is het, jongen? Ja, lekker! Hey, welkom in de tweede aflevering van Detector Nieuws. Ja, dankjewel. In Detector Nieuws doen wij altijd één rubriekje en dat is een YouTube kanaal. En die zetten we in het zonnetje. Een YouTube kanaal waar ik achter sta, wat ik zelf ook leuk vind om te kijken. En wat dat vind ik ook. Ja, en ook leuk om te volgen natuurlijk. En, letterlijk in het zonnetje. Ja, want we staan echt letterlijk in de zon. Ja, jullie zijn aan het zoeken, hè? Wij zijn aan het zoeken, ja. Ja. We hebben een oproep gedaan via Instagram van diegene die zin hebben om mee te... We zijn nu even kijken, 1, 2, 3. Straks lekker knakworstjes eten. Knakworstjes eten met zuurkool. Dus, gezellig, leuk initiatief. Hey jongens, even over het YouTube kanaal. In principe hebben jullie ook een YouTube kanaal wat over metaaldetectie gaat. Maar jullie pakken het toch een klein beetje anders aan als een gemiddelde YouTube kanaal. Jullie, corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar...
Bij jullie is metaaldetectie een middel, maar jullie doel is een soort van documentaire, mini-documentaire, echt een verhaallijn erin. Ja, dus... ja, dat klopt eigenlijk wel redelijk. Ja. Wat wij eigenlijk doen, zeg maar, en dat vinden we heel erg leuk, is echt daadwerkelijk naar een bijzondere plek gaan, echt een plek met een bijzonder verhaal. En juist door middel van het zoeken met een metaaldetector dat verhaal soort van weer een beetje compleet maken. Ja, ja. Eigenlijk de vondsten in de context plaatsen. Dus ja. Niet zomaar willekeurige akkervondsten, maar ja, een beetje ontrafelen. Waar komt er nou vandaan? Of, ja, juist door die vondsten kan je er juist achterkomen van ja, dit is misschien daar gebeurd op die locatie. Ja. En omdat je ook al verhalen weet van die locatie, kan je eerder zeg maar fantaseren. En ook fantaseren dat het misschien wel echt klopt. Ja, ja. Wij fantaseren wel wat. Ja. En ja, daarnaast besteden jullie ook ontzettend veel aan de beelden. Jullie zijn ja, toch bovengemiddeld bezig met shots, met verhaallijn, met b-roll, al dat soort dingen. Ja, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik best veel van jullie opsteek. Dat ik best wel veel trucjes en dingetjes die ik bij jullie zie zelf, ja, wel in een andere setting, maar toch... ja, toch wel mijn leer eruit steekt. Dus ik vind het eigenlijk best wel heel leuk. Ja, dat is ook top om te horen. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Dus ja, vandaar dat ik jullie even in het zonnetje wilde zetten. Ja, leuk. Maar, jullie ja, staan letterlijk al in het zonnetje. Ja, ja, het is echt heerlijk weer vandaag. Echt ja, niet normaal. Het is goed. Echt heerlijk. Ja, we hebben echt geluk gehad. Ja. Voor de mensen die ja, jullie nog niet kennen. Waar moeten ze zoeken? Hoe moeten ze jullie vinden? Nou ja, op YouTube. Op YouTube, Floris van Vught. Floris van Vught, metaaldetectie. En niet, ja, niet vlucht, maar Vught. Ja, ja. Dus V-U-G-T. Ja. V-U-G-T. Ja. Floris. Zoals ik aan een link hieronder plaatsen. Ja. Dat kost geld, hè? Ja. 50 cent per klik. Heb ik dan misschien een heel klein scoopje? Heel kleintje dan maar. Niet onwijs groot, maar wel ontzettend leuk. Er komt een mascotte. Dat is Quinn. En misschien dat we hem wel vaker voorbij zien komen. Dit was hem alweer. Detector Nieuws. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet lekker hieronder te reageren op van alles en nog wat we besproken hebben. Heb je tips? Heb je iets om aan te reiken wat in Detector Nieuws past? Stuur het in een berichtje, schrijf het hieronder, maakt niet uit. En vergeet niet te abonneren. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.